Wat wil je graag? Een roze. 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 Mag ik glitter? Hey. Hallo. Ik heb hier al mijn vrienden uit het Sprookjesbos uitgenodigd voor het grote kerstdiner. En het staat hier helemaal vol vanavond. En dan zal het nog mooier versierd worden. Ik zie er al leuk uit, maar ik wil er nog feestelijker uitzien voor mijn prins. En daarom heb ik een speciale gast uitgenodigd die mij leert hoe ik mezelf nog mooier en feestelijker op kan maken. Kom. Hoi Assepoester. Nou, laten we met je haar beginnen. We gaan aan je make-up beginnen. Mm-hmm. Een primer die zorgt ervoor dat je foundation, de basis van je make-up, mm-hmm. straks extra goed blijft zitten. Je kunt hem op verschillende manieren opbrengen. Je kunt dat eventueel gewoon, als je het bij jezelf doet, gewoon met je handen doen. Dus je brengt een mooi dun laagje aan. Maar vandaag ga ik het bij jou doen. Dus ik gebruik een foundation kwast. Het fijne van die foundation kwast is dat je, omdat hij zo plat is en toch breed, mm-hmm. dat ik met de brede kant de grote vlakken kan doen. Yeah. En met de smalle kant kan ik heel mooi in de hoekjes bij je ogen komen. Daaroverheen gaan we nu de foundation aanbrengen. Ik heb een mooie kleur al voor jou uitgezocht. Mm-hmm. Dat is precies de tint die bij jouw huidskleur past. Dat is wel heel belangrijk. Want als je een kleur neemt die net iets te donker is of iets te licht, dan krijg je eigenlijk geen mooi natuurlijk resultaat. Nou, prachtig hè? Zo mooi egaal als je gezicht ervan is geworden. Ik denk dat de prins dit wel mooi gaat vinden. Nou, ik weet het wel zeker. Foundation is natuurlijk een vet product. En een vet product wat je op je gezicht hebt, kan natuurlijk een beetje gaan vervagen of mm-hmm. misschien een beetje afgeven. En erger nog, het glanst in je gezicht. En ik gebruik een foundation poeder die gepressed is, zoals dat heet. Nou, ik ga weer op dezelfde manier zoals ik daarnet de foundation heb aangebracht mm-hmm. en de primer van boven naar beneden werken. Met een andere kwast. Met een andere kwast inderdaad. Deze kwast die zorgt ervoor dat het poeder heel mooi in je huid gaat blenden. Mag ik glitter? Natuurlijk mag je glitter. Maar de glitter, het mooist. Dat denk ik ook. Mm. Maar de glitter doen we pas als de basis van de oogmake-up klaar is. Okay. Ik ga je ogen met een kwast die in ieder geval mooi rond is van boven, ga ik jouw ogen oplichten met deze witte oogschaduw. En deze matte kleur die zorgt ervoor dat je ogen wat groter worden en extra gaan stralen. Het werkt gelijk op. Dat betekent dat je niet het ene oog eerst helemaal af gaat maken met alle kleurtjes die je hebben wil. Mm-hmm. En daarna het andere oog. Maar je krijgt de make-up gelijkmatiger op als je dus stapje voor stapje steeds het allebei de ogen doet. Deze roze kleur zet ik boven de witte, maar eigenlijk net boven de arcadeboog. Mm-hmm. Kijk maar eens in de spiegel, dan kan je zien, precies zien wat jouw arcadeboog is. Kijk, die loopt hier. Dat is precies de plooi die je in je oog hebt. Ik ga hier het roze boven zetten en dan ga ik dat blenden naar boven toe. En dan gaan we een beetje glans aanbrengen als een highlight onder je wenkbrauwboog. En daarvoor pakken we de witte waar net even een glansje in zit om het net iets sprankelender te maken. Met deze kleur, diezelfde kleur als die ik op het wenkbrauwbod heb gezet, ga ik nu een highlight aanbrengen in je gezicht. Ik doe dat net iets subtieler dan hier bij het wenkbrauwbod, omdat een highlight eigenlijk net even een accentje in je gezicht moet geven en niet echt een witte kleur. Nou, daarvoor gebruik ik weer een bredere kwast. Deze oogschaduw, die dus een beetje glanst, die zet ik mooi hier op je jukbeen. Kijk, als je de highlight op het jukbeen zet, moet je ervoor zorgen dat het er ook echt op staat. Mm-hmm.
Om te shapen wil ik even een andere kwast pakken, omdat dat een donkerdere kleur ga ik daarvoor gebruiken. En dat is deze, die net iets donkerder is dan je eigen huidskleur. Als ik ga shapen, dan zorg ik ervoor dat ik de vorm van je gezicht zo mooi mogelijk houd. En ik wil graag de jukbeenderen, die bij jou zo mooi zijn in je gezicht, die wil ik benadrukken. Dus wat ik ga doen, ik ga hier een schaduw aanbrengen, zodat je jukbeen juist beter naar voren gaat komen. Ik ga verder met het afwerken van je ogen. Welke kleur zal ik er nog meer bij doen? Beetje donker dan. Kijk, ik ga die donkerdere kleur precies in je arcadeboog zetten. Daar mag het gewoon net wat donkerder zijn, omdat er van nature ook een schaduw valt. Voor een extra accentje is het mooi om de donkerdere roze kleur even net een beetje door te trekken aan de onderkant van je oog. Zodat je onderkant en de bovenkant van het oog een mooi geheel wordt. Nou, voor een extra accentje en om je ogen nog iets meer uit te laten komen, ga ik er nog een bruine kleur in zetten om de schaduw van de arcadeboog iets meer te benadrukken. Dat doe ik dan alleen in het hoekje van je oog. Want anders zou ik het de hele roze kleur weer overschaduwen. De bruine kleur trek ik een heel klein beetje naar onder bij je onderooglid om er een mooi geheel van te maken. Om nu je ogen iets groter te laten lijken, kun je nog een heel mooi accentje aan de binnenkant van je oog geven met een mooie witte kleur. Ik zet de wit precies in het hoekje, best wel dik, hè, zodat het echt een mooie witte accent wordt. En dan blend ik het helemaal naar boven, naar de neus. Dus ik ga nu ook aan de onderkant die witte kleur blenden naar je oog toe. Het is wel belangrijk dat, dat het wit heel mooi overloopt in je foundation die je eronder hebt zitten. Ik denk dat je nog net iets meer accent mag hebben, omdat het toch een avondmake-up is, bij je eyeliner. Dus ik ga een heel klein beetje bruine eyeliner daar zetten. Nou, daarvoor heb ik een potloodje. Je werkt eigenlijk altijd dan van buiten naar binnen. Als ik dat andersom zou trekken, dat lijntje, dan gaat eigenlijk je oog een beetje plooien, waardoor ik die lijn niet mooi strak kan trekken. Aan de ene kant een beetje meer dan aan de andere kant gezet. Dus dan ga ik een beetje blenden met de oogschaduw, zodat het wat zachter wordt. En nu gaan we mascara zetten. Dat maakt je oogmake-up helemaal af. Dan mag je eventjes helemaal omhoog kijken. Dan ga ik een beetje mascara zetten met een zigzagbeweging. Voel je wel, denk ik, hè, dat ik dat doe. Dus je gaat een beetje van links naar rechts, zodat alle haartjes van je wimpers heel mooi in dat borsteltje blijven zitten. En dan kan ik dus, zonder dat de mascara gaat klonteren, heel mooi alle haartjes kleuren. Assenpoester, je hebt natuurlijk van jezelf prachtige wenkbrauwen. Maar toch wil ik graag, omdat we nu je ogen zo aangezet hebben, je wenkbrauwen net iets meer accent geven. Dat doe je met een wenkbrauwpoeder. Je hebt er ook potloden voor om dat mooi aan te zetten. Maar ik werk graag met een poeder, omdat het dan toch heel natuurlijk blijft. Dus je doet dit heel subtiel en steeds heel goed kijken in de spiegel. Kijk, hier zit er een beetje een gaatje in je wenkbrauw, zie je dat? Daar lopen net iets minder, daar groeien net iets minder haartjes. Dus dat maak ik dan een beetje voller. Het is ook mooi om je wenkbrauw tikje verder door te trekken, omdat we nu de oogopslag wat groter doen lijken, mag ook je wenkbrauw net iets meer doorlopen. Nou, dan gaan we je lippen doen. Roze. Om de lippen zo mooi mogelijk van vorm te maken en om ze soms wat te corrigeren, hoewel dat voor jou niet nodig is als assenpoester. Maar om, als je dat zou willen, als je je lippen net even een iets andere vorm wil maken, is het heel handig om een potloodje te gebruiken. Met een potloodje kun je heel precies de vorm tekenen. En dan is het mooist als je met het potloodje de hele lip inkleurt. Omdat het potloodje zo goed blijft zitten, vormt dit een hele goede basis voor het behoud van de lippenstift die je er daarna op gaat zetten. De lippenstift die je er daarna over gaat zetten, die is zo'n beetje in dezelfde kleur als het lippotlood. Je zorgt dat die twee goed bij elkaar passen.
lippenstift ga ik weer met een ander penseeltje aanbrengen. Je gaat zo precies mogelijk over de lijn die je eerst met het potlood hebt gezet. En dan kleur je de hele lippen daarmee in. Tot slot gaan we de rouge aanbrengen. Rouge, die zet je op het jukbeen. We hebben hier die highlight gezet. Mm-hmm. En hier hebben we de schaduw gezet. En nu gaan we de rouge daar precies tussenin zetten. Rouge heb je in allerlei verschillende kleuren. En ik kies voor jou een rouge die ook best wel weer naturel is, maar natuurlijk roze. En je begint eigenlijk op de wang en dan trek je hem langzaam naar achter en weer terug. Nou, en natuurlijk nu als laatste nog de glitters. De glitters. Die wilde je zo graag. We gaan een extra accentje maken met zilver. En dat doe ik net even onder je ooglid. Zie je dat dat dan net iets meer accent nog geeft dan wat je normaal gesproken zou doen. Ik zorg ervoor dat dit glansproduct mooi in de vorm van de oogschaduw blijft. Dus ik ga hiermee niet nog een extra vorm maken, omdat dat heel rommelig gaat ogen. Ik vind het heel erg mooi. Dankjewel. Oh, het kerstdiner begint zo. Oh, wat vergeet ik nou? De meldjes, tuurlijk. Dankjewel!